Nicolai Jurgensen is een Deense voetballer, is een spits van FC Kopenhagen. Inmiddels ook Deens International, heeft 18 wedstrijden voor Denemarken gespeeld. Het is een speler die wij eigenlijk al vele jaren op de korrel hebben, die wij volgen. De laatste maanden hebben we hem heel erg intensief gevolgd, omdat we wisten dat hij nog een eenjarig contract had tot 2017 bij Kopenhagen. Dus dat zou wellicht een optie kunnen zijn, een mogelijkheid kunnen zijn voor Feyenoord. En ja, het is een voetballende spits, het is een speler die enorm intelligent is aan de bal, die balvaardig is, die een bepaalde snelheid heeft, fysiek sterk is. Hij is 1,90 meter. Een doelpunt kan maken, maar ook een assist kan geven die gewoon heel erg goed kan voetballen. Hij wordt beschouwd als een van de allerbeste spelers van de Deense competitie. Nou, hij is 25 jaar inmiddels, een aantal jaren ervaring. Onder andere ook in Champions League en Europa League. Dat brengt hij ook met zich mee. Nou, en wij zijn met hem en zijn management in contact gekomen. En we zijn eigenlijk heel blij dat we die zaak hebben kunnen afronden. We denken dat het of Feyenoord echt een aanwinst is. 5-jarig contract, dan denk ik, nou, dat is best wel fors. Dat is fors, maar we zijn erg overtuigd van zijn kwaliteiten. Ik zeg, hij is 25 jaar, dus volop ontwikkelingsmogelijkheden naar de komende jaren toe. Heel breed gedragen binnen onze club. Giovanni van Bronckhorst is heel erg blij dat wij Nicolai hebben kunnen toevoegen aan de selectie van volgend jaar. De technische staf staat er volledig achter. Onze scouting staat erachter. We hebben dat met alle mensen in onze club hebben dat besproken. En ja, zeer breed gedragen. Dus we zijn met z'n allen overtuigd dat Nicolai echt iets kan toevoegen aan dit Feyenoord. Want meerdere mensen van Feyenoord hebben hem dus ook zien spelen live. Absoluut. Ja, wat ik al zeg, we volgen hem eigenlijk al vele jaren. Hij heeft in zijn beginjaren bij Kopenhagen wat vanaf de linkerkant gespeeld. Hij is tweebenig, maar iets meer rechtsbenig. Maar de laatste 2 jaar volledig gefocust op de spitspositie. Daar is hij ook doorgegroeid in het Deens Nationaal Elftal. Hij heeft de afgelopen jaar daar ook een heel aantal wedstrijden in gespeeld. En het is de bedoeling dat hij daar bij ons ook zich op gaat focussen. Als jullie hem al zo lang volgen, dan vraag ik me af, waarom komt hij dan nu pas? Heeft het ook met de financiële situatie van Feyenoord te maken? Uiteraard, dat heeft met onze situatie te maken. Dat heeft ook met zijn situatie te maken. Ik zei net ook al, hij had een contract nog voor 1 jaar. Nou, dat is een moment vaak voor een club. Of verlengen, nou dat wilde hij niet meer. Hij wilde echt naar het buitenland toe. Hij wilde stappen maken in zijn voetballeven. Nou ja, dan is dat het ideale moment. We kwamen met hem in gesprek en praten over Feyenoord, de mogelijkheden, de Nederlandse competitie. Nou, dat sloeg bij hem enorm aan. Had ook al een keer een mindere ervaring natuurlijk in het buitenland. Hij is met zijn 19 jaar naar Leverkusen gegaan. Dat is niet helemaal gelukt. Na 2 jaar is hij teruggegaan naar Kopenhagen. Dus die ervaringen neemt zo'n jongen dan wel mee. En kiest dan heel bewust, ondanks dat er erg veel belangstelling voor hem was van hele grote buitenlandse competities ook, toch heel bewust voor Feyenoord, voor de Nederlandse competitie om de komende jaren daar zijn stappen verder in te maken en dan wellicht, wie weet. Ja, want hoe overtuigen jullie zo'n jongen dan? Want als er zeker zoveel interesse is van het buitenland, wat je zegt, voor ook grotere clubs nog. Ja. Wat is dan het verhaal dat Feyenoord haalt, dat hij hem toch hier naar Rotterdam kan komen? Nou, dan ga je maar naar het verhaal van een hele aantrekkelijke Nederlandse competitie, maar niet de allersterkste in Europa, waar spitsen dus absoluut tot wasdom kunnen komen. Dan heb je het over Guidetti, dan heb je het over Graziano Pelle. Nou, dat is het verhaal waarin dan zo'n speler in moet gaan geloven. Nou, die klik was er. Hij is een hele intelligente jongen, spreekt trouwens ook vloeiend Engels, dus de aanpassing zal heel erg gemakkelijk gaan. Dat is vaak trouwens met Scandinaviërs, die spreken binnen een paar maanden spreken ze ook vloeiend Nederlands. Nou, we verwachten dat van hem ook. Fysiek sterke jongen, maar ook mentaal in orde en een prima mentaliteit om zich ook snel aan te passen. Nou ja, dat is een verhaal. Nou, Giovanni van Bronckhorst heeft uitgebreid met hem gesproken. Er is dan ook een bepaalde klik en een bepaald vertrouwen in elkaar. En zo bouw je dat langzaam op. Nou, dat was van onze kant, maar ook van zijn kant. Die zegt van, nou ja, ik geloof daarin dat ik bij Feyenoord tot nog meer me kan gaan ontwikkelen de komende jaren dan dat ik elders kan doen. En dan wie weet wat er verder nog komt in mijn carrière. Maar focus zich met name natuurlijk op Feyenoord. Nou, en nogmaals, dat klikte. Dat van twee kanten. En zo groeiden we de afgelopen tijd naar elkaar toe. En ja, enorm blij dat we het ook uit hebben kunnen komen op contractbasis. Nou, we hebben in onderhandeling met Kopenhagen uiteraard. Nou, uiteindelijk is dat allemaal onder prima voorwaarden. Is dat uiteindelijk gelukt binnen de kaders van Feyenoord. Hij komt, Vermeer blijft, Kuyt blijft. Gaan er ook nog mensen weg?
Op dit moment niet. Er is geen concrete belangstelling voor spelers van Feyenoord. Het is nog lang geen 1 september natuurlijk. Maar ja, wij willen wel graag onze sterkhouders en onze basisspelers en degene die daar heel dicht tegenaan zitten, die willen wij wel heel graag behouden voor Feyenoord. Want we willen het komend jaar willen we echt gaan knallen. Een heel goed seizoen neer gaan zetten. Dus vandaar dat we inderdaad Karim El Amadi, Dirk Kuyt, Kenneth Vermeer. We zijn ook met El Jarou Elia bezig om die te verlengen. Om daar de basis te creëren. Nou, Nicola Jurgens komt er nu bij. En ook spelers die dan daartegen aankomen, maar ook in de concurrentie het nog niet even kunnen winnen. Ja, die proberen we op een hele goede manier elders te plaatsen. Zoals we dat met Kelvin Verdonk hebben gedaan bij PEC Zwolle. Nou, onder Ron Jans kan hij zich uitstekend gaan ontwikkelen. Jari Schuurman bij Willem II. Die kan onder Erwin van der Looy zich uitstekend gaan ontwikkelen. Ja, en zo zijn we nog met wat jonge spelers bezig om die op een goed niveau weg te zetten. Zodat ze later meer ervaren. Zoals bijvoorbeeld nu Lucas Woudenberg. Die een jaar NEC heeft gehad, nu meer ervaren terugkomt en volop de concurrentie aan kan gaan. Daar zijn we op dit moment mee bezig. En nogmaals, ik wil één keer benadrukken, we willen onze sterkhouders, onze basisspelers, de spelers waar wij echt in geloven, die willen we echt aan Feyenoord binden het komend jaar. Dus er zal toch echt wel iets heel substantieels langs moeten komen. Willen we echt gaan nadenken daarover. En we willen die groep bij elkaar houden en uitbreiden, zoals we dat nu met Nicola Jurgens hebben gedaan, om zo sterk mogelijk aanstaand jaar voor de dag te komen. Zowel competitieniveau als natuurlijk de Europa League, waarin we ook verzekerd van minimaal 6 wedstrijden. Dus dat team moet er zowel kwalitatief als in de breedte gewoon goed uitzien.